Deze dag, de 7-7 Sirius Poordag, kan zo speciaal voor manifestatie en transformatie zijn. Mis dit niet. Welkom bij Vindoe op mijn YouTube kanaal in deze video over de 7-7 Poordag, ook wel de Sirius Poordag genoemd. Poordagen zijn als het ware een uitnodiging van het universum voor transformatie en bewustwording. En door de dubbele nummers, nu dus 7-7, is er een verhoogde energie waardoor de mogelijkheid er is om veel makkelijker diepe inzichten te krijgen, blokkades op te lossen en dingen makkelijker te transformeren. Het is alsof het universum je wat influistert en je wijst op de waarheden die je al diep van binnen weet en voelt. En dit jaar is de Siriuspoort een superpoort, omdat op deze dag de aarde in één lijn staat met de maan en deze in één lijn staat met de zon en deze weer in één lijn staat met de ster Sirius, wat een zeldzaamheid is. Er ontstaat energetisch een poort, een opening waar een stroom van licht doorheen komt. En licht bevat veel informatie. Deze poorten openen als het ware de sluiers tussen de dimensies, maar ook de sluiers in jezelf. Je kunt op een poordag als het ware kristalheldere duidelijkheid krijgen. Wat is het speciale aan de magie van de 7-7 eigenlijk? Voor mij is deze dag als een soort snoepwinkel. Heb je mijn video over juli al bekeken? Dan zag je dat het de beste maand van dit jaar is en dat het onder andere een goede maand is om al je creatieve ideeën en wensen te manifesteren. En in deze fantastische maand is 7-7 een geweldige dag voor manifestatie. Er zijn in grote lijnen twee manieren om te manifesteren. Een actieve mannelijke manier en een passieve vrouwelijke manier. Het is niet zo dat de actieve manier alleen voor mannen is en de vrouwelijke alleen voor vrouwen. We hebben allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons. Het is als het ware shiften tussen deze twee energieën. De actieve mannelijke manier is actief achter iets aangaan, zoals bijvoorbeeld een vision board maken. Het actief opschrijven wat je wilt. Of specifieke oefeningen doen om iets te bereiken. De passief vrouwelijke manier is meer op de achtergrond. Meer in lijn met wie je bent. Het is meer het naar je toe laten stromen. De poordag 7-7 is dé perfecte energie voor de mannelijke manier van manifesteren. Deze poordag 7-7 is in een 8 universeel jaar. Een 8 jaar is een jaar van manifestatie en overvloed. Wees dus heel goed bewust van je eigen gedachten. Hoe positief of negatief zijn deze? Wil je lekker gebruik maken van deze poordagenergie? Zorg dan dat je super duidelijk voor jezelf hebt wat je wilt manifesteren. Realiseer je dat deze dag maar één keer voorkomt in de 9 jaar en dat het een zeldzaamheid is dat de planeten zo staan. Wat je nu manifesteert en in de wereld zet, is voor de komende 9 jaar. Denk aan het grootste wat jij de komende 9 jaar wilt neerzetten. Tip 1. Krijg duidelijk wat je diep van binnen wilt. Misschien ook aan de hand van jouw levenspadnummer, expressie, ziels- en persoonlijkheidsnummer. Weet je die nog niet? Dan kun je mijn gratis werkboek hierover downloaden. Hierin staat uitgelegd hoe je jouw 4 belangrijkste nummers zelf kunt berekenen. En de link staat in de beschrijving hieronder, maar ook in de reacties. Journal. Of schrijf voor jezelf op wat je wilt in de belangrijkste gebieden van je leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid, aan werk, aan carrière, aan relaties, aan financiën, aan familie of aan je community. Schrijf je wensen en dromen op om zo veel meer duidelijkheid te krijgen. Of spreek ze in.
Maak een vision board hierover op deze dag. Creëer een visie over jezelf en je leven voor de volgende 9 jaar. En mocht je op 7-7 geen tijd hebben hiervoor, niet erg, want de poort blijft nog 3 dagen openstaan. Tip 2. De energie of het licht dat met Sirius is verbonden is een goud en groen licht. Groen staat voor overvloed, voor natuur. En gouden licht resoneert met jouw eigen goudklompje wat in jezelf zit. Dat wat jij te bieden hebt aan de wereld. De energie van jouw expressienummer. En op deze 7-7 dag is het heel makkelijk en natuurlijk om dit tijdens een meditatie bijvoorbeeld, of wandelen in de natuur, het groene en gouden licht door je 7e chakra te laten stromen. Want deze staat al extra open op deze dag. En wees niet bang dat er te veel licht binnenkomt. Je 7e chakra sluit zich vanzelf wanneer het genoeg is. En dit licht zou jouw wensen en dromen in beweging kunnen zetten. Je kunt deze energie heel goed ankeren door diep te blijven ademen. En weet, het universum ontvangt ook jouw mail met al jouw intenties en maakt absoluut geen fouten. Wow, wat een exciting poortdag is dit. En ik ben heel benieuwd hoe jij deze dag en dagen ervaart. En laat me weten in de beschrijving hieronder. En ik ga ons prachtige labyrint lopen. Een replica die we hebben laten maken van het beroemde labyrint van Chartres. Die mensen kunnen ervaren tijdens de coaching sessies hier in Portugal. Het lopen van een labyrint kan een ondersteuning zijn bij het helder krijgen van je dromen en wensen. En voordat ik deze video af ga sluiten, wil ik je eerst nog bedanken voor het kijken, abonneren, liken en delen van de andere video's. En vergeet ook deze video niet te liken, te delen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik op die knop hieronder. En je bent gratis geabonneerd voor nog meer numerologie nieuws. Ik wens jou een fantastische dag en dagen toe. En een big virtual hug. Ciao voor nu!